morgen ongeveer hetzelfde. En dan wordt het wel iets frisser. Gaat het 11. Gisteren was zo'n lekkere dag. Oh, ik heb daar zo ontzettend van genoten. In plaats van de droger te gebruiken, heb ik al bij een was aan de waslijn in de tuin gehangen. Heerlijk was dat. Daar is mijn buurvrouwtje. Heel leuk vrouwtje. Ja? En die kwam een beetje geïrriteerd naar mij toe. Oh. En ze zegt, heb jij even mijn slipjes gejat? Ik schrok er zo van. Ik heb de hele slipje voorgescheten. Ja, maar zo gaat dat om helemaal. Sorry hoor. Dennis Boyman, goedemiddag. Er staat, wat zei je, Dennis? Er staat 300 kilometer file. Ik ben altijd wel galant geweest naar je meisje toe. De deur open en dat soort dingen en zo. Zo'n man ben je wel. Op mijn manier wel, ja. Een vriend van mij die heeft ook een leuke vriendin. En die zet nog elke week zet hij de deur voor haar open. Dat vind ik toch wel leuk, zodat zij zelf de kliko buiten kan zetten. Ja. Maar goed, wij gaan naar jouw plaat. Ik heb een airfryer thuis. Ja. Je moet wel oppassen, je moet er wel bij blijven. Hè? Want je hebt maar zo brand. Ja, dat is zeker. Een vriendinnetje van mij, die is een blondje, hè? Ja? Het is een blondje, ja. Hij had abusiefelijk van de week 112 gebeld. Per ongeluk. Toen heeft ze toch maar voor de zekerheid haar huis in de fik gestoken. Ze wilde niet dom overkomen. Dat is toch niet goed, mensen? 7 over 6. Welkom bij de show, vrienden. De nummer 1, vrijdagmiddagshow. Kom helemaal in die weekendflow. Weer aankleden, want dat is met elkaar mooi geweest. Zo is het. Gaan eens even bellen met Peter de Vries van de NPO. Wat vond Peter van de afgelopen show? Dat was toch weer een hele leuke show. Dankjewel, Peter. Kunnen in de middag bij de NPO. Veel plezier met Jesse en Jeroen. Heel fijn weekend en volgende week de eerste lente.